We gaan naar Karim Bagar bij Phil van den Bossen. En het is een erg tevreden Karim Bagar die bij mij staat, denk ik. Klopt dat, tevreden na deze wedstrijd? Ja, het doel was uiteraard ons plaatsen. Dat hebben we dan gedaan. Vooral op basis van de tweede helft, denk ik, wel verdiend. Maar vandaag het allerbelangrijkste was na toch een mooie, schitterende heerronde. Dat we vandaag ons zouden kunnen plaatsen. En dat hebben we ook met verf gedaan. En dat is voor mij het allerbelangrijkste vandaag. Je bent erg nuchter. Lees ik een klein beetje ontevredenheid over bepaalde dingen? Ja, ontevredenheid. Er zijn bepaalde zaken die niet gelopen zijn zoals we gewenst hadden. Zoals? Ja, verdedigend onze taak een beetje, vooral de eerste helft. Een aantal zaken waar we op voorhand hadden afgesproken. Maar ja, oké. Okay. Je weet dat het niet zo'n simpele wedstrijd zal zijn. Het is een beetje een wedstrijd buiten, na de schitterende heerronde, herfstkampioen, net een tijdje niet moeten spelen. Een aantal spelers gekwetst, een aantal spelers ziek. En dan weet je dat het niet een gemakkelijke wedstrijd zal zijn. Je moet ook niet vergeten dat we 0-9 zijn gaan winnen in Lier. En Lier wou vandaag normaal ook niet zomaar afgaan en revanche nemen. En ze hebben zich met verven toch verdedigd. Jullie doen het fantastisch in de competitie, nu eigenlijk al met een half been in de halve finale van de beker. Ja, dat wordt een heerlijke kerst voor jullie. Hè? Ja, we gaan nu genieten. We hebben een schitterende heerronde achter de rug. We hebben ons geplaatst voor de volgende ronde van de beker van België. Maar zoals ik altijd heb gezegd, van week tot week, nu gaan we een weekje ertussenuit. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden naar de wedstrijd, in de competitie, de eerste wedstrijd. En zo gaan we van week tot week en dan hopelijk in de play-offs en hopelijk zover mogelijk in de bekercampagne en dan proberen zo goed mogelijk te doen. Op het einde zag ik je even kwaad worden op jullie doelman. Ik had er wel van genoten, moet ik zeggen, van zijn actie. Heel mooi, maar het moet ook nog altijd efficiënt zijn. Maar oké, dat kan eens gebeuren. En we weten gewoon wat er moet gedaan worden op zo'n moment. En af en toe kan dat eens mislopen, maar vandaag 7-4 gewonnen. Daar wil ik gewoon alles van onthouden. Schitterende heerronde, 7-4 gewonnen. En dat is het belangrijkste. Dat is een wedstrijd live op televisie. Mis jij op zo'n moment nog om mee te voetballen? Goh, als 3 jaar geleden was, misschien wel of 2 jaar geleden. Nu mis ik dat niet meer echt. Het is leuk, ook voor de jongens, dat ze live op tv kunnen komen. Maar ik denk vooral, vandaag is het niet belangrijk om live op tv te komen. We doen nog altijd een sport. Vandaag was het belangrijkste, is die overwinning en die hebben we binnengehaald.